Safe op pad met het openbaar vervoer. Bekijk de extra materialen om te gebruiken in de klas of thuis. See what! Leerlingen aan het woord. Hi, dit is het Safe Journaal. Het openbaar vervoer is personenvervoer dat openbaar toegankelijk is. Dat wil zeggen dat iedereen die dat wil van de vervoersdienst gebruik kan maken. Je moet dan wel betalen en je aan de regels houden. Heel veel mensen maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer. Bussen, trams, metro's en treinen zijn groot. Een botsing hiermee kan dan ook ernstige gevolgen hebben. Ze kunnen door hun gewicht niet snel remmen. Ook hebben de meeste van deze grote voertuigen een dode hoek, waardoor ze je niet altijd zien. Blijf daarom altijd goed opletten. Bij een spoorwegovergang bijvoorbeeld, waar de seinen, lichten en tekens jou vertellen wanneer het veilig is om over te steken. Maar ook bij het in- en uitstappen bij een halte moet je op je hoede zijn. Ander verkeer kan jou niet altijd goed zien. Even oppassen dus. En wist je bijvoorbeeld dat een tram soms andere verkeersregels heeft? Allemaal zaken om rekening mee te houden. Op de website schoolopsafe.nl vind je verschillende materialen over het openbaar vervoer. Wil je bijvoorbeeld meer weten over oversteken bij een spoorwegovergang? Bekijk dan de film hierover op www.schoolopsafe.nl/lesmateriaal. Op de website www.trammenland.nl vind je allerlei extra informatie en leuke games. Hmm. Het heeft te maken met trams in het verkeer. Leer hierover de bijzondere tramregels en breng je kennis in de praktijk in een game. Ook jij bent elke dag in het verkeer en je zult er beste mening over hebben. In Say What komen leerlingen aan het woord. De leerlingen van de Juliana School in Zwijndrecht zeggen er dit over. Say What? Say What? Wat is openbaar vervoer? Nou, volgens mij is dat dat je daar met z'n allen in kan. En dan heb je zo'n pasje waar geld op staat die je dan moet laten zien. Dus bussen, trein, tram. Dat zijn allemaal vervoeren waar je moet betalen. Er zitten dus allemaal vreemde mensen in, dat is voor iedereen. Bijvoorbeeld als je naar de stad moet, dat je dan met de bus gaat. Ga je wel eens met het openbaar vervoer? Ja, met de trein. Uh, ja, met de bus. Heel soms met de trein of de tram. Ja, soms. Als ik naar de voetbal ga, zoiets. En, en waar, waar ga je dan mee? Met de trein naar Feyenoord soms. Uh, dus ik ga van het station uh, in Zwijndrecht ga ik uh, bijvoorbeeld naar Rotterdam. Hoe weet je dan dat je in de goede tram stapt? Uh, je hebt meestal een kaart. Uh, nou op de oude manier dan nog. Uh, nu heb je van die soort van uh, elektrische borden. En dan uh, staat er bijvoorbeeld uh, treinnummer bijvoorbeeld 8 die gaat naar Rotterdam. Nou mijn zus had op internet gekeken. Bij, de, bij het station staat dan een bord en daar staan allemaal tijden per ron waar je dan moet zijn. Volgens mij, als je, staat ook op je, als je een kaartje koopt, staat het daar ook op, volgens mij. Hoe weet je bij een spoorwegovergang dat er een trein aankomt? Door er gaan lampen branden, dan komen van die uh, stammen op staan. Slagbomen. Ja, slagbomen. slagbomen ja. Aan het geluid dat je dan hoort ook. Uh, je hoort bellen. Maar je moet altijd achter die witte streep blijven, anders word je meegesleurd. Dan stop je. Hoe weet je nou dat je weer verder mag? Als alles uit is en naar boven is en zo. Als de lampen nog branden, maar de spoorbomen zijn alweer omhoog gegaan. mag je dan al oversteken? Het mag wel, maar het is denk ik niet zo slim. Want er kan nog een trein aankomen. Dus denk je dat het mag eigenlijk? Nee. Dat is volgens mij voor de veiligheid. Voor welke veiligheid dan? Nou, dat er misschien nog een trein kan komen. Dan kan je ook uh, nog zo meegesleurd worden. Wil jij ook je mening geven over verkeer? Ga dan naar Save at Hives en laat een reactie achter. Dat was het weer voor deze maand. Wil je meer zien of weten? Kom dan naar Save at Hives of ga naar www.schoolopsafe.nl. Zet ook de safe Gadget op je eigen profiel. Dan blijf je via je eigen Hives op de hoogte. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!